Hoi iedereen, leuk dat je weer kijkt naar onze Kees. Vandaag ga ik verder met Life is Strange. En dat is een week geleden of zo. Want ik had niet zoveel tijd en ik was altijd weg. En ik was jarig en het kwam er even allemaal niet van. Maar het is er weer, het is allemaal weer goed gekomen. We hebben natuurlijk vorige keer die tijd en zo teruggedraaid. En we gaan nu naar de... hoe heet dat nou? De wc om... Om dat meisje te redden, want dat was toen gebeurd. Maar wij kunnen dus terug in de tijd. Dus we gaan dat nu fixen dat dat niet meer gebeurt. Dus we gaan hier naar binnen. En dan, als het goed is, komt dadelijk weer die jongen en dat meisje. En dan gaan we zorgen dat zij niet wordt vermoord. Ik spreadde mijn foto. Dan de butterfly flew in. En ik took een foto. Nou, dat hebben we ook vorig jaar al gedaan. Dus dat doet ze nu allemaal opnieuw. En dan, dan komt de jongen binnen. Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Hij zit helemaal te schelpen. Doe eens even normaal. Oh, ze loopt de firebell drukken. Oh, we kunnen alleen er naar kijken. Oh, move. Oh, toevallig ligt daar een hamer. Wat toevallig nou? Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I... You are not affected by the rewind, you... What? Max, don't fuck around, rewind. Oh, ik moet terug in de tijd. Oh. Oké. Okay. Heb ik het nou goed gedaan? Move. Oh jee. Shit. No. Oh, we moeten weer terug in de tijd. Ik heb het alweer verpest hoor. Oké. Heb ik die hamer nou al? Oh ja. Ah nee, ik ben weer te laat. Ik moet even opschieten. Oké. Zo. Het is gelukt. Het is gelukt. Nou, we hebben haar gered. Ze is niet vermoord. Maar we hebben nu op de firebel gedrukt, maar er is helemaal geen fire. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Ja, dat is precies wat er gebeurd is. Do not freak out. Nee, precies. Nou, we zijn hier geweest, we hebben dit gedaan. Ik vind het helemaal mooi. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. Oh no, sorry hoor. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Nou, we hoeven niet zo boos te doen. Ik zie dat hij boos werd. Situation is under control. Belachelijk. Emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Echt zo, doe niet zo moeilijk. Nou, ze kijkt ook wel een beetje schuldig, ja. Maar ja, whatever. We gaan gewoon naar buiten, denk ik maar. Rennend. Want ja, waarom ook niet? Left mouse button. Hold on, Max. Come back here. Oh. Oh. Ze loopt zo zielig bij, maar ze heeft niet echt iets gedaan. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? Oh jee. You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Zo, hij gaat helemaal boos kijken. Report, hide the truth. Oh, wat moet ik nou doen? We kunnen altijd nog terug in de tijd, dus ik report hem wel. I just saw Nathan Prescott waving a gun around. In the girl's room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girl's room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family.
and one of Blackwell's most honored students. Oh. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girl's bath. Nou, hij heeft het toch echt gedaan? So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is. Ik weet niet wat dat betekent, maar. Oké. Okay. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. Nou, alsjeblieft, hè? After what I told you. We'll continue this discussion later in my office. Nou, wat een chagrijn. Boeit hem verder volgens mij ook niks, of hij gelooft ons niet of zo. This icon means your action will have consequences. You can rewind to change the outcome. Should I rewind and change my story? Ik weet niet. You won't be able to do your choice as you leave this area. Oeh, nou dat is een ja. Of ik kan het nu terugdraaien en doen alsof niks heb gezegd. Of ik laat het nu zoals het is. Ik denk dat ik het wel laat zoals het is. Het zal wel. Ik ga gewoon naar buiten. En ja, ik weet niet of het een goede keuze was. Maar ik heb het wel gedaan. Dus ja. Al wat cute. Wat heel Amerikaans. De school. Nou. Staan we dan? Oh jee. Missing person poster. Oh ja, zij is nog steeds vermist, hè? Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Ja, ben ik ook wel benieuwd naar wat er met haar is gebeurd. Ik weet eigenlijk niet waar we heen moeten, dus ik loop gewoon rechtdoor, denk ik maar. Oh. Wat is een Warren Tap Journal? Oké, hoe doe ik dat? Hoe lees ik een... Oh, zo dus. Oh, kijk nou, wat high-tech allemaal. Allemaal sms'en en zo. I hope so. Oké, dus wat hebben we allemaal gezegd? Zo, hij heeft zoveel gestuurd. Do you want to meet for coffee after school? I need an excuse to not study, please. Bla 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 bla. Sorry, we're running late. Insane day. Oké, dus we gaan nu naar hem toe of zo. In wat is back? Kan ik dan? Oh, dat is terug naar. Oh, we hebben ook al sms'jes met de moeder. Happy birthday, Maxine. Oh, ze heet Maxine. Ik dacht al, ik vond het al zo raar dat een meisje Max heette, maar ze heet dus Maxine of Maxine, of weet ik veel hoe. En ze is 18. Nou, moet je nou kijken. En haar vader. Oh, ook een gefeliciteerd. TTIL. Ik weet niet wat dat betekent. Talk to you later. Nou. Okay, I better get to my dorm and ziek hoor, sms-staal en zo. Oké, look. This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Press stop to open your journal. Zo, steek gewoon zijn middelvinger op. Not all those who wander are lost. I need to go to my room to get Warren's flash drive. Ik weet niet meer. Oké. Bla bla bla. Zoveel tekst. Zo ontzettend veel tekst. Een soort dagboek of zo van haar. Oké. We moeten dus naar onze kamer of zo. Maar ik weet niet waar dat is of hoe we daar komen. Wie is dit? Justin. Hoi. Van coole mensen. Oh. Nou, dan gaan we daar niet heen. Sorry hoor. Waar moet ik dan heen als we... Ja, nou oké, nog een keer. I need to go to my room to get a warm flash drive. Bla bla. Maar waar is... haar kamer? Is dat misschien daar of zo? We gaan daar even heen lopen. Het ziet er wel uit alsof daar kamers zijn of zo. Ik heb geen idee verder, maar ook staat misschien hier op het bord. Main building dormitories. Oké, whatever. Ik ga daar gewoon heen. Geen idee wat het is, maar... Left mouth bussen to go. Nou, oké. Okay. Ik ben benieuwd wat hier allemaal is. Zitten hier met een
voetbal te gooien of zo. Een American football. Nou, daar zijn we dan hoor. Ja, dat moeten we zeker doen. Wat is dit voor plaat? Prescott dormitory? Good lord, Nathan's family owns my dorm. Oké, maar we moeten dus naar onze kamer en een flash drive of zo pakken. Maar dat gaan we doen in de volgende aflevering. Dus jongens, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan steeds. En zie je mij het volgende keer weer. Bye!